Dit zijn vendeliers en dit is onderdeel van de Koninginnedagviering in Mierlo. Zometeen gaan we hier eens uitgebreid naar kijken wat hier allemaal aan traditionele activiteiten gebeurt in Mierlo. Maar laten we eerst nog eens even kijken hoe het gisteravond gebeurde. De Koninginnennacht in Eindhoven. Leve de koningin! Het is maandag 29 april en dat betekent de allerlaatste Koninginnacht. Die vier je niet in Utrecht, die vier je niet in Amsterdam, maar die vier je gewoon hier in Eindhoven. Het festival waar het eerste druk is, is op het Wilhelminaplein. Dat is traditioneel het podium met rock'n'roll en singer-songwriters. Is het leuk hier een beetje op het Wilhelminaplein? Ik weet het niet. Ik ben er net. Wat hebben we daar nou aan? Maar ik heb het altijd leuk. Kijk gezellig. Maar niet een beetje veel oude lullen? Jongen, ik ben zelf ook zo ouweling. Maar dus kunnen jullie onderling lekker oud dansen en zo? Ik denk dat ik betere moves heb dan jou, hoor. Nou, laten we maar zien. Nou, kom op dan. Nou, dat is wel een verkeerde nummer. Dan moeten we echt gaan slow dansen. Kom maar. Ja, mag wel wat closer, wel closer. Ja, de microfoon, die moet er ook tussen. Zo doen die ouwe dat. Oh god. Zou mijn vriendin leuk vinden? Ja, echt? Mijn vriend vindt het ook geweldig, zie je. Daar, nog even als ik sta de camera uit en dan pakt hij jou. Even voorzichtig naar binnen, want er staat nu een meneer, hè? Dus we kunnen niet te veel filmen, hè? Moet met de rug naar naartoe, want deze meneer is nu bezig, hè? Dat mag ik absoluut, dat is niet goed als stagiaire. Nou, mooi, hè? Welkom in ons blaaswellnesscentrum. Maar u bent stagiair. Ja, kan dat wel? Klopt, ja. Ja, ik mag nu deze avond alle hendeltjes mag ik poetsen. En ik mag goeie avond zeggen. Ja. Nou, en lukt het een beetje? Ja, dan moet u even vragen aan mijn chef, de directie. Die weet alles van. Nel weet alles overal van. Moet je echt even aan Nel vragen. Maar wat kan Nel dan zo goed wat jij nog niet kan? Ja, daar mag ik allemaal geen antwoord op geven, meneer. Dat weet ik allemaal niet. Ik ben net vandaag begonnen en ik mag vandaag de hendeltjes allemaal poetsen. Speciale doekjes. En dan moet je de handschoenen aan doen. En dat is niet zomaar, hoor. Losgaan. Ik vraag me af, hoe moet ik dansen als een ouder iemand? Ervaring, jongen. Kunt u mij dat leren? Nee, maar hij wel. Maar wat zijn nou echt de danspasjes? Ja, ja. Ja, spring maar. Okay. Gaat makkelijk, hoor.